We gaan eens even kijken. Volgens mij hebben we beneden een paar mooie Mustangs staan. Ik zou die Corvette niet leuk vinden. Kijk, hier staat een mooie Mustang. Ja, wat dacht je van deze? In ieder geval 8 cilinders. Ik vind rood niet zo mooi. Hier hebben we nog een rode, maar het is een cabriolet. Dat is ook wel leuk eigenlijk. Ook 8 cilinders met airco. Wat is dat verkant? We gaan toch nog vaak. We hebben al groene staan zelfs. Weet je? Boven nog eens staan. Staat er ook nog een zwarte. Maar heel goed toe om eruit te halen. Hier staat er een, kijk. Alsof die klaargezet is voor me. Kijk. Schakelbak. Steve McQueen. Steve McQueen Green. Ja, dit is hem. Als je het nou ook nog doet. Ik ben wel benieuwd wat de verrassing van werden, maar die verrassing die kan natuurlijk nooit zo leuk zijn als dat we nu in deze Mustang zitten. Wat zal dat dan leuker zijn als deze Mustang? Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar ja, hij zegt het. Ik heb een hele leuke verrassing, zit hier. Nou, ik laat me verrassen. Maar laten we wel wezen. Dit is toch de verrassing van de dag? Hoor eens. Kijk, dit is gewoon leuk. De vader van de Mustang was Lee Iacocca, heette die man. Vreemde naam. Hij was degene die zegt in 1964 bij Ford, die Mustang die moet er komen. Een iets kleinere Amerikaan met veel pk's. Die moet er met z'n vieren in kunnen zitten. Het hele gezin moet mee kunnen. En hij moet alle opties hebben die denkbaar zijn. En hij moet betaalbaar zijn. Nou, dat was de opdracht. Ze verkochten er in 2 jaar tijd 1 miljoen. En bij de Mustang ging het zo ver, als je een witte had besteld met rode bekleding, met airconditioning, automaat en stuurbekrachtiging en elektrische kap. En hij was er niet, dan zei hij, doe mij maar een rode, met geen stuurbekrachtiging en geen automaat en geen elektrische kap. Weet u, al was die pimpelbaas een witte stip. Ze moesten hem hebben. Mensen stonden in de rij. Wel een gaaf ding, zeg. Godverdikke me. Hey, Adering! Stoor je hier af? Ja, hier zien we toch staan? Ja, maar dat is toch geen Mustang? Ja, natuurlijk is dat een Mustang. Ja, wat denk jij? Dit is de Joe Biden Mustang. Jij hebt de Trump Mustang. En ik hou niet van Trump. Nee, maar daar zit hij, hè, die 8-cilinder. Toch, wat is er voor ding? Is dat elektrisch? Ja, dit is elektrisch. Hartstikke elektrisch. Dat is toch gaaf? Heb je je pillen wel ingenomen? Ja, ding gaat hard van zijn plek, hè? Ja, dat geloof ik best. Bijna 500 pk. Luister, alle moderne auto's gaan hard van de plek. Mm-hmm. Maar is de beleving ook leuk? Weet je, dat, ik hoor jou aankomen rijden, hè? Een kwartier geleden hoorde ik je trouwens al. Hè? Wat zoveel herrie maakt hij. Dat heeft hij niet. Maar goed, dat hebben auto's op termijn niet meer. Sorry, ik kan het niet anders maken, hè? Nee, ik ga iets doen met jou. Een kleine challenge, gewoon even een wedstrijdje. Iets met geluid? Kijk, er zijn 3 verschillende soorten Mustangs. Je hebt cabriolets, de coupés en de fastback. Dit is de fastback. Die vind ik zelf de mooiste overigens hoor. En die fastback, die kun je dan bestellen met een hele snelle motor. Dan ging je naar Carroll Shelby. En dan kwam er een hele dikke motor in en die had wat aanpassingen en die kon je kopen. Maar dat was in een later stadium. En wat gebeurde er nou? Er werden er 1000 verkocht aan Hertz. U weet wel, het vuurbedrijf. En de slogan van Hertz was, run the race car. Dat was de slogan. Maar dan hadden ze zich een beetje vergissen. Wat gebeurde er nou? Al die jonge gasten, die gingen vrijdags huren zo'n Shelby. Gingen ze squeeën op en brachten ze maandagsmorgens terug.
En bij haar zei ze, hoe kan dat nou toch, godverdorie, 120 kilometer gereden en de banden helemaal glad. Dus, nou, een paar keer kwamen ze er wel achter, dat die gasten die gingen gewoon die auto's huren en dan gingen de racebaan mee op, omdat ze zo snel waren. Ja, ze heeft ze allemaal verkocht, ze waren er gelijk klaar mee. Maar de slogan was, rent a racecar. Nou, ik bedoel, ik heb hier niet voor niks geregeld. Ik hoorde je een kwartier geleden al aankomen rijden. Je hebt een Mustang bij je. Veel geluid. Dit is Erik. Waarvan? Erik. Ja, Erik. Waarvan ken ik u dan van? Mr. Visser. Dat is het. Juist. Ja, natuurlijk. Ja. Gaat u geluid meten? Ja. Leg eens uit, hoe werkt dat? Hoe functioneert dat? Nou, dat is een decibelmeter. Ja. En nou ja, als jullie langs rijden, dan ga ik meten. Hoe werkt het ook? Iets met kwadratisch toch of zo? Ja, ik heb toen wel opgelegd. Jij niet? Geluid is logaritmisch. Ja? Dus elke 3 decibel is een verdubbeling van de energie. Ja. Decibel op zijn max. Dat is heel hard. Zeker. Dat was een stuk sneller. 93 decibel. Je hoort het verschil, hè? Alleen maar de banden, hè? Bij de elektrische auto en bij de benzineauto hoor je de banden plus de uitlaat. 105 decibel. 94 decibel. Oké, Erik, onder de streep, wat hebben we vandaag geleerd? Nou ja, dat één zo'n Mustang net zoveel geluid maakt als 10 van die Mustangs. Ja, dit was inkopper nummer 1 uit Werner's garage, want we wisten dat hij meer geluid zou maken, Nico. Hè? Hij maakt ook mooie geluid. Ik hoor alleen maar goed wel nieuws. Maar wel veel meer geluid. Ik hoor alleen maar goed nieuws. Dit is toch prachtig? Ik heb genoten nog toe. Ja, ja. Erik, hartstikke bedankt. We gaan elkaar weer als we elkaar nodig hebben. Ja. Erik, dank je vriendelijk. Jij wilt terug naar Brummen, maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb nog wat voor je. We gaan even sprinten. Cadeau. Cadeautje, inderdaad. Jij in jouw Mustang, ik in mijn Mustang. Sprinten, die kant cadeau. Gaan we op. Kom. Van jou, ja, dat klopt. Al die kringen zijn dat.